Onze volgende spreekster heeft een persoonlijk verhaal. Het is een verhaal van veel presteren, keihard trainen, daarna falen, lukte gewoon niet, niet wat ze wilde. En heeft de zaak weer opgepakt, vond haar eigen kracht, vond haar eigen talent, begon een eigen bedrijf en is daar nu heel succesvol in. Een prachtig voorbeeld van hoe je met je talenten op een positieve en uiteindelijk groeiende manier kunt omgaan. U bent vast nieuwsgierig geworden. Een applaus voor Margriet de Schutter. Dank je wel. Waar droom je van als klein meisje? Ik droomde van de Olympische Spelen. Als kind zat mijn hele lichaam onder het eczeem. Ik kan me herinneren dat ik altijd jeuk had en me vies voelde. Dit wilde ik compenseren. Op een dag zag ik Rientje Ritsma schaatsen op tv. En ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil naar de Olympische Spelen als shorttrackschaatser. Want dan ben ik mooi. Vanaf dat moment waren de Olympische Spelen mijn missie geworden. Als 12-jarig meisje train ik al 20 uur in de week. Wanneer klasgenootjes buiten speelden, was ik aan het trainen. Ik ging naar school, deed mijn huiswerk en ging weer trainen. Alles voor dat doel en die Olympische Spelen. Dat harde trainen, dat bracht me succes. Ik werd gevraagd voor het nationale team en mocht internationale wedstrijden rijden. Maar toch was het ook zwaar, iets dat elke keer bij me terugkwam. Zo had ik moeite met diep zitten, want met schaatsen moet je diep zitten om zo'n breed mogelijke afzet te kunnen maken. Daar had ik moeite mee. Daarnaast vond mijn trainer mij te zwaar, waardoor ik in een periode 5 uur per dag op een fiets ging zitten om maar af te vallen. En dan? Op dat moment wist ik wat moest ik gaan doen. Want op een of andere manier, ik kon niet diep zitten. En de hele tijd hoorde ik, Margriet, dieper zitten! Maar ik kon het gewoon niet. Ik wilde dit uitgezocht hebben. Mijn trainer wist wel een manueel fysiotherapeut in Den Haag. Hij was een soort wonderspecialist. En hij moest het antwoord weten. Die dag weet ik nog goed. Het was vrijdag 16 mei 2008. Ik belde aan, ja, best wel met grote verwachting. Iets wat gespannen. En eigenlijk een doodnormale man deed open. Erik was de naam. Ik mocht met hem naar de behandelkamer komen. En mocht al vrij snel op de behandeltafel komen liggen. En hij ging me onderzoeken. Hij begon bij mijn voeten. En opeens werd het stil. Wat ik toen hoorde, vergeet ik nooit meer. Margriet, met jouw lichaamsbouw is het onmogelijk om te schaatsen. Je voeten zijn net planken, je kan amper lopen, laat staan schaatsen. De Olympische Spelen kan niet. 12 jaar lang was ik het meisje dat schaatste. En dan blijk ik de lichaamsbouw niet te hebben. Wie ben ik als ik niet meer het meisje ben dat schaatst? Voor uw beeldvorming, dat zijn zo'n 13.000 uren. Zo'n 4.000 dagen. Ruim 3.000 trainingen. Ruim 68.000 tranen. En miljoenen rondjes op een ijshockeybaan. Wie ben ik als ik niet meer het meisje ben dat schaatst? Word ik te dik? Krijg ik een slap lijf? Vindt mijn vriend me nog wel leuk? Maar toch wist ik dat er één keuze voor me over was. Stoppen. En u gelooft het of niet, maar vanaf dat moment, juist doordat ik stopte, is alles doorgegaan. Ik mocht mijn studie internationale communicatie weer oppakken en studeerde af in de vorm van een documentaire in samenwerking met Omroep Friesland. Ik mocht een documentaire maken over mijn weg naar de Olympische Spelen. Uiteindelijk is deze uitgezonden op Nederland 2.
en hebben een award gewonnen tijdens het grootste internationale filmfestival op het gebied van sport. Mijn eerste internationale prijs en dat terwijl ik gestopt was. Vervolgens benaderde uitgeverij Prometheus mij om een boek te schrijven. Inmiddels is het resultaat Stoppen en Doorgaan een feit. En als klap op de vuurpijl werd ik alsnog geselecteerd voor de Olympische Spelen. Ik mocht naar de Olympische Spelen als crewlid voor het Holland Heinekenhuis, waar ik de VIP's, de atleten en het Koningshuis mocht opvangen. En misschien een rol dat wel veel beter bij me past. Dus uiteindelijk zijn al mijn dromen uitgekomen. Omdat ik gestopt ben. En wat ik u dan ook graag wil meegeven is, bij ieder dal kun je zelfs de mooiste toppen nog zien. Maar je moet wel omhoog kijken met opgeheven hoofd. Dank u wel. Dankjewel. Even, als mensen naar YouTube gaan en die documentaire willen zien, dat kan denk ik. Ja, gewoon Margriet de Schutter en dan of extopsporter.nl, daar staat hij. Oké, die tweede zei je? Extopsporter.nl. Extopsporter.nl. Ik heb hem gekeken, het is prachtig. Het is een prachtig verhaal. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Margriet de Schutter. Dag.